Om voor ons nog onbegrijpelijke redenen waren er ook fractievoorzitters van Partij van de Arbeid, GroenLinks en Partij voor de Dieren, die letterlijk hun eigen straatje stonden schoon te vegen. Wij spraken een van de fractievoorzitters. Meneer, wat gebeurt hier eigenlijk? U staat hier straatjes schoon te vegen. Ja, we staan de straat schoon te vegen als enkele raadsleden van de gemeenteraad Apeldoorn, van de Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren en wat GroenLinks mensen erbij. Hebben hier de straat schoongemaakt om, Pegida mag hier democratisch recht demonstreren. Maar wij hadden ook een vergunning om te demonstreren, dus wij maken symbolisch de straat schoon, omdat hier natuurlijk geluiden worden naar onze bevolking. We hebben het over onze moslim Apeldoorners, we hebben het over een 490 vluchtelingen en er komt hier een AZC. Daar zijn wij trots op dat we daar heel rustig mee omgaan en die rust die willen we graag bewaren.